Hey kijkers van DDG en welkom bij weer iets nieuws eigenlijk. Ik heb nou een nieuwe server, DDG server. Dat betekent dat wij eindelijk nieuwe server tours kunnen gaan doen. Dat deden we op de eerste DDG server ook. Dus waarom niet hier? Nou, zoals je ziet staat het redelijk vol. En hoi, zeg eens hoi tegen YouTube. Nou, eens even kijken. Het is hier redelijk druk. Fucking chill. Allemaal mensen. Hoi. Oh, holy shit. Daar gaat de chat. Oh, rip chat. Chat is rip. Oké. Ik ga jullie even laten zien wat we tot nu toe allemaal kunnen. De Kingdom zijn we druk mee bezig met de seed. Paranoia is redelijk ver, maar we gooien het nog niet live omdat het nog te buggy is. De PvP-hub, daar kunnen we al wel wat dingetjes gaan doen. Dus ik laat jullie gewoon zien wat je hier kan doen. Heel veel mensen hebben inderdaad al VIP en Team DDG en dergelijke. Dat kun je halen op dusdavidgames.nl. Dan kun je als eerste in alle games. Ik ga je Nava Castle spelen. Wie doet mee? Eens even kijken. Of mensen mee willen spelen. Ik denk het als wel. Laat maar er langs. Laat me er langs. Ga weg. Ga van die bordjes af. Ja. Heb ik hem? Klik. 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 Godverdomme, er zijn te veel mensen voor. Klik. Klik. Ja. Ja. Hebben ze. Oh, ik heb hem. Ja, dat duurt altijd even. Als hier 25... Oh, fuck. Ik moet kiezen. Snel. Oef, net op tijd. Als er 25 man in zitten, dan gaan we los. Ik ben dus nou in je Nava Castle Defend. Fucking vet. Waar is mijn crew? Oh, daar. Oké, let's do this. Wij moeten... let's do this. Wij moeten dus 3 nexussen, die zie jij rechts staan, in 20 minuten tijd kapot maken. Het probleem, echter, is dat, dat je Nava hier zit. Jij kan dus ook gewoon je Nava zijn. En ik ben een van de 30 of 40 man die dat moet gaan bestormen. En ja, ik heb dus een speciale tool hier waarmee ik makkelijk op dingetjes kan springen. Ja, en hier zitten die scheidbakken. Oké, dit gaat lukken, ik weet het zeker. Oké, groen ben ik. Wat, waar? Waar? Oh fuck, daar zit er een. Ah, nee! Stop! Ik wil omhoog. Laat mij omhoog. Laat mij omhoog. Laat mij omhoog. Snel, omhoog. Omhoog. Oh fuck, ik kan niet omhoog. Oké. Dit wordt rennen. Ik weet niet waarom, maar ik kon op een of andere manier niet omhoog. Nee, daar is er een. Ga weg. Bitch. Nee. Nee. Ga weg. Ga weg, lelijke. Kut. Oké, nou, dat ging dus niet zo goed. Ja, ik weet dat ik moet oppassen, maar ik word gefocust. Want dat is leuk. Als ik dood ben, toch? Vinden zij. Ik respawn. En we gaan verder. Waar is de toko? Ja, daar. Ah, dat ging niet zo goed. Ik zie wel dat Nexus 3 2 klappen heeft gekregen. Dus, let's do this. We kunnen dit gewoon. Ik ga nou eens een keer via de vooringang proberen. Want ik probeerde via de achteringang te sneaken. Alleen dat wou niet zo goed. Oh, super bad dit. Als jullie dus naar play.dusdavidgames.nl gaan, dat staat ook in de beschrijving, dan kunnen jullie dit ook gaan spelen. Het zit allemaal nog in de testfase, in de beta zoals we het noemen. En dit vind ik persoonlijk de leukste. Ik vind je Nava zijn wat minder leuk. Ook omdat het best moeilijk is. Oh, fuck. Oké, ja, kom op. Niet zo bang. Niet zo bang. Gewoon gaan. Waarschijnlijk staat er hier ergens eentje te durpen. Ja, daar staat er een. Heb ik hem? Nee. Had ik hem? Klopt. Ja, ik had hem. Oké. Beetje lek. We gaan gewoon achterlangs zo, alsof ze het niet zien. Nee, dat zien ze niet. Oké. Ja, ik ben binnen. Oh, ja. Rennen! Kom op! Wat doe je? Ik kan dit. Oké, hier is mijn Destroyer's Pickaxe. Nee! Wat, wie is dat? Ja, ik heb hem. Twee slagen. Twee keer gemapt. Vet. Dat moeten we met meer man doen, man. Holy shit. Met meer man. Tegelijk. Oh. Met meer man. Tegelijk. Oké, we zijn een beetje te verdeeld nu. Dat is... waar is die uitgang? Waar is die uitgang? Hier. Oh, daar. Dat ging niet zo goed. Ik heb 2 slagen op de Nexus gedaan en toen was ik alweer dood. Dus, yep. Ik ben aan het recorden.
Oké, andere tactiek. We hebben nog 16 minuten, dus dat komt helemaal goed. Ik ga via de achterkant. Ga ik proberen naar binnen te sneaken. Ja, oh, goed zo. Nexus. Ja, we hebben de tweede Nexus, zitten we ook bij. Nice. Ja, nog één. Cool. Oh, en Nexus 3 ook. 2. Ja. Oh, oké, dat gaat goed. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Goed zo. Oh. Goed zo, boys. Oh, we hebben ze alle drie. Ja. Oké, je Nava gaat eraan. Ik weet het zeker. Nee, shit. Het is gestopt. Nee, het gaat door. Kop die Nexus 3 ook. Nexus 3. Waar zit Nexus 3? Ja, dit gaat helemaal goed komen. Ik weet het zeker. Je Nava wordt gepleed. En ik neem een sneaky achteringang. Die niemand kent. Maar nu wel. Goed zo. Goed zo, Bram. Bram, je bent een baas. Ja, Bram. Hop. Ja, Nexus. Dood. Kapot. Ja. Hoppakee. Oké, nou, dat gaat goed. Nou, die Nexus 3 nog zoeken. Waar de fuck zit die? Waar is die? Daar. Oké, hij is gevlucht. Oké, go. Go, go, go. Oké, let's go. Hop. Hop, we hebben nog 13 minuten. Dat gaat helemaal goed komen. En we gaan niet daar langs. Nee, niet door het midden. Dat valt op. Dat valt op. Dat moeten we niet doen. Wat? Oh nee. Oké. Voor mij is er nog een andere route. Die wij kunnen nemen hiervoor. Hoop ik. Zal toch als wel mogelijk zijn, denk ik. Ja, we worden niet gevolgd. Dat is mooi. Oh. Ja. Kamer van soldaten. Dat boeit me niet zoveel als ik eerlijk ben. Kut, kun je echt nergens heen hier? Shit. Ik dacht dat hier een ergens een variant was dat je het balkon op kon. Maar waar? Dat is de vraag. Wow. Ja, op de Nexus 3. Goed zo, jongens. Ik doe het niet, maar... Ja, hier is het. Oké, nice. Oké, daar is hij. Oh, fuck! Huh? Hoe konden ze me zien? No way. Wow. Hi. Wat? Achter mij? Nee. Oh, fuck! We zijn gevonden. Ah, kut! Kut. Ze hebben ons gewoon gevolgd. Ah, dat is echt... Dat was echt heel erg vies. Oké, niet afwachten deze keer. Gewoon YOLO! What the fuck, man? Gewoon YOLO erin. Wow. God damn it. Oh jezus, die ones, die spells zijn zo sterk. Ze proberen het wel. Wow. Oh god, nee, sterf. Kan ik weer healen? Ja. Wat? Vanaf waar? Oh, vanaf daar. Wow. Waarom lukt ons dit niet, jongens? Waarom is dit te moeilijk? Ze zijn met 3 mannen daar, hè? Maar we zijn hier echt met 15 man of zo. Oh, kut. Zo. Close. Oké. Ik moet zeggen, ze verdedigen het nu wel heel erg sterk. Komt er eigenlijk gewoon niet doorheen. Oké, hij heeft hem afgeleid voor me. Chill. Oké, nice. Ja, ik word niet gevolgd. Oké, super. Ik ben binnen. Nice. Nog 5 minuten. We can do this. Oké, ik word echt niet gevolgd.
Oké, okay. ja, Justin! Justin! Oh, hij is weer dood, voor mij. Oké, okay, ik kan dit ook, ik weet het zeker. Ik kan het ding kapot maken. Heel sneaky. Gewoon... Hi, Binky. Hi. Ja, gewoon YOLO op de Nexus, inderdaad. Oké, ik ben er klaar voor. Stomme Java. Oké, komt helemaal goed. Dit komt helemaal goed. We rennen er gewoon heen en doen gewoon alsof we hartstikke gek zijn. En dodge. En hop, spring. En... Ah, fuck. Damn. Ah, dat scheelde niet veel, zeg. Het probleem is dat we nu steeds als één voor één, dus we werken niet als team, gaan we erop af. Dus iedereen kan één of twee keer slaan. En dat is het. Dit is echt fucked up. We moeten gewoon met 6 man tegelijk moeten we gewoon erin gaan. Dan red je het wel. Oh, daar heb je er weer één. En volgens mij kun je toch ook wel hier omhoog klimmen met die hengel. Nee, dat wil dus voor geen meter. Godverdomme. Je wordt inderdaad random of in je Nava of in de Defenders gezet. Of in de aanvallers. Oké, dit gaat goed komen, ik weet het zeker. Nog één of twee hits. Beter staan ze nou niet hier, dan heb ik een probleem. Ik zeg net dat het is random. Dan vraagt iemand of hij hier Nava mag staan. Zo werkt dat niet. Nou, zal ik nog maar even een keer het goede voorbeeld geven dan. Even iemand nog een keer een klap geven op dat ding. Wow. Nee, flikker op. Ah, dood. Het probleem is als we dit met 5 man zouden doen wat ik steeds deed, dan was hij al lang kapot. Maar je Nava heeft gewonnen, want ik kom er ook niet meer op tijd bij. Iedereen is gewoon solo bezig, terwijl je eigenlijk met een team zou moeten werken. Het probleem is gewoon dat we allemaal alleen gaan. Maar laat het een les zijn voor de mensen die nou kijken met hoe je dit zou moeten. What the fuck? Voor mij is iedereen al gestopt, joh. Wat? Waar is hij? Oh, daar. Ik ben een beetje dizzy! Ja, bang het. Oh. Oh, dat was één knal en ik was dood. Oké. Okay. Oh. Ja, je Nava heeft gewonnen, jongens. Ik geef op. We kunnen niks meer. Helemaal niks. Oh,
Ja. De Defenders heeft gewonnen. Ah, je NAVO heeft gewonnen. Godverdomme. Alleen maar omdat jij niet wil samenwerken. Nee, maakt niet uit. Oké. Oh, ik dacht ik ga eventjes terug. Oké, dan doen we het zo. Waar de fuck ben ik? Oh god! Dit is de Paranoia server. Oh, dat hebben jullie niet gezien dit, toch? Nee, dat hebben jullie niet gezien. Oké! Sneaky preview. Nou ja, gefeliciteerd aan de heren die je NAVO speelden in ieder geval. Mocht jij dus voortaan de aanvaller zijn, je bent echt bij de 1 of 2 klappen dood. Alleen je bent met veel meer. Je bent met 4 keer zoveel. Dus je kan veel makkelijker mensen om de tuin leiden. Holy shit, van een boel mensen. Zeg eens doei tegen YouTube. Nou, ik vond het heel erg leuk. Heb jij dus iets van, dit wil ik ook spelen? Dan kun je naar play.dusdavidgames.nl. Zoals jij hier ziet. Iedereen zegt doei. Hele gezellige server. We hebben nu momenteel 4 servers van je NAVO Castle Defense klaarstaan. Dus jij kan daar echt de beste in zijn. Het duurt niet lang meer en we beginnen ook met high scores daar. Dus als jij toevallig heel erg goed bent, dan kom jij bovenaan de ranking te staan. Die komt dan ook op dusdavidgames.nl te staan. Wil jij VIP of premium halen hier? Dat kan ook. Ga dan even naar dusdavidgames.nl en ga naar winkel. Ik ga heel hard verder met Paranoia afmaken, want dat wil ik zo snel mogelijk in de volgende update laten zien. Lukt dat nou niet, dan gaan we nog even een keer een potje laten zien. En hopelijk ben ik dan wel je NAVO. Nou, welkom bij de allereerste Games server, DDG server, Minecraft Tour. Ik vond het heel vet en ik hoop dat jullie het ook vet vonden. En ik hoop dat ik jullie allemaal hier massaal kan gaan zien op onze nieuwe lobby. Het wordt één groot feest. Vanaf oktober officieel live, maar nu kun je alvast even een kijkje komen nemen als je het wil. Dat was hem. Durf een like op deze video. Abonneer op DDG, dus David Games. Voor nog veel meer, laat een reactie achter wat jij ervan vindt. Of je toevallig al geweest bent. Of je tips hebt voor mensen die je NAVO spelen. Of de aanvallers. Of dat jij per se paranoia, dat je daarop wacht voordat je pas komt. Laat hem allemaal even weten. En tot de volgende keer. Later.